Goedemiddag, dames en heren. Welkom bij dit laatste deel van het webinar Optimalisatie in het staalbouwproces. Vandaag gaan we het hebben over BIM in de staalbouw. Nou, ik hoop dat jullie allemaal een cool plekje in huis hebben kunnen vinden, achter de pc of op kantoor. Eerst nog even wat huishoudelijke mededelingen. We werken hier weer via Microsoft Teams. Dat betekent dat we vriendelijk iedereen verzoeken om de camera en het geluid uit te schakelen. De chat wordt weer beheerd door Mick Barends en Frank Maatje. Dus als u vragen heeft, kunt u die gerust stellen. En uiteraard wordt deze bijeenkomst ook op YouTube na afloop beschikbaar gesteld. Nou, tot zover eventjes de mededelingen. Dan gaan we weer terug naar de studio. En ik zit hier met Sander Wessenenk van ConstruSteel en Marco Baks van Everstaal Constructies. Nou, Sander, misschien dat je even kort kan voorstellen. Ja, Sander Wessenenk en werkzaam bij ConstruSteel natuurlijk. En vandaag gaan we het hebben over BIM in de staalbouw. Allereerst even voor de mensen die ConstruSteel niet kennen, wat doen wij? Wij leveren eigenlijk software voor de staalbouwindustrie. Dus van A tot Z, calculatie tot en met nakalculatie, eigenlijk alle stappen die daartussen zitten. Vandaag gaan we het wat meer hebben over BIM in de staalbouw. En dan met name bij Evers over de voorkant. Dus hoe kun je zo'n BIM-model, IFC-model gebruiken voor je calculatie. En met de ASK Oosting gaan we het met name hebben over data die wordt verzameld gaandeweg het proces. Dus het productieproces. Hoe kun je dat nou weer in het model terugkrijgen om de opdrachtgever te brengen van de voorkant. Nou, ik vind dat genoeg inhoud voor dit webinar. Nou, dan schakelen we nu over naar de regie voor het eerste bedrijfsfilmpje van Everstaal Constructies. Welkom bij het webinar BIM in de staalbouw. Nou, vandaag zijn we te gast bij Everstaal Constructie in Hillegom. Ik zit hier met Hans Graats, de directeur. En Hans, vertel jij eens iets over Everstaal Constructies. Ja, wat wil je horen? Opgericht in 1934. We hebben drie generaties Evers aan de macht gehad hier. Vier jaar geleden heb ik gezegd van ik ga het anders doen. Dus ik heb het stokje overgenomen. Goed, we werken al 30 jaar met elkaar, dus we kennen elkaar al een beetje. En we werken hier met 50 mensen. We zijn lid van een grotere groepen gebeuren, dat heet DSF. Ja, daar voelen we ons heel happy bij. We kunnen werk uitwisselen, en personeel uitwisselen, informatie uitwisselen. En de bedoeling is eigenlijk om dat te blijven continueren. Aan wat voor projecten voeren jullie zo al uit? Wat is jullie focus? Ons focus is eigenlijk de relaties. En de relaties komen in de ene keer met het portaal, met de speeltrap, met de grote constructie, met iets speciaals, een luifel of het kan alles zijn. En we pakken het op. Eigenlijk te veel tekenaars hier lopen, de 7. En dat vinden we helemaal niet erg, want ik heb liever dat het goed gemaakt wordt, goed getekend wordt als basis. En voor de rest, alles wat voorbij komt, wat we leuk lijken, waar we denken, nou hier kunnen we wat mee en we kunnen hier wat mee verdienen, dat pakken we op. Maar vooral de vaste relaties, daar zijn we heel zuinig op. Nou, dit webinar gaat natuurlijk over BIM in de staalbouw. Hoe kijk jij daar tegenaan? Ja, Harry Evers, mijn voormalig directeur, zei altijd hergebruik van informatie. Dus wat eenmaal op papier staat of vroeger wat in de pc zit, gebruik dat. Dus dat begint met een BIM-model of een IFC-model wat wij dan hebben of krijgen van de constructeur of van de klant. En dat vertalen wij naar een Tekla-model, maar we zullen straks via Milan wel wat zien. En wij douwen dat door ConstruSteel en we gaan calculeren. En hoe doen we dat? We pellen het een beetje uit naar de moeilijkheidsgraad van het model. En zo calculeren we dat. Dus eigenlijk de staalbouw kan niet meer zonder BIM. De bouw kan niet zonder BIM. Als iedereen maar wel de discipline heeft om het model te updaten en ook van het goede model te werken. Want dat komen we ons tegen, dat ze van een verouderd model werken en denken, dat is niet handig. Nou, hier hebben we een IFC-model ontvangen van onze klant. Die heb ik in Tekla ingelezen. En deze ga ik confronteren zodat Tekla de profilering ook ziet. En dan hebben we hier het hele model in Tekla. En zo kunnen wij fases
aan de profilering hangen. En wanneer ik deze allemaal selecteer. En zo hebben we een calculatie met twee verschillende fases. Project met twee fases waar de profilering in staat. Nou, we zijn weer terug in de studio. Ik begreep dat het geluid niet helemaal optimaal was. Even kort wat u zag in het filmpje. Hans Graas, de directeur van Evers, die lichtte even toe over Evers Staalconstructies. Ik heb hier Marco Baks, de bedrijfsleider, in de studio. Marco, kan jij kort even nog wat vertellen over Evers en wat we net zagen? Ja, Evers Staalconstructies is een constructiebedrijf in Illichem. En wij doen al ruim 85 jaar. Ons ding daar met betrekking tot staalconstructies. Ja, en jullie zijn ook onderdeel van een groep, begreep ik? Ja, wij zijn onderdeel van de DSF-groep, Dutch Steel Fabricators. Oh. Daarin zitten nu iets van 7 of 8 staalconstructiebedrijven. En een snijbedrijf zit erbij, een aluminiumverwerker zit erbij. En met elkaar bundelen we de krachten om aan de gang te blijven. Ja, oké, dus jullie schrijven ook elkaar werk toe. Ja. En kunnen misschien op hoger niveau ook mensen uitwisselen? Of, Nou, voornamelijk werk uitwisselen. Vooral als de ene te druk hebt, kan je werk uitbesteden. Als je te rustig hebt, kan je ook uitvragen van, joh, heb je nog wat te doen? Ja. Soms moeten we gebruik maken van lasexpertise, want 2 zusterbedrijven zitten in een speciaal laswerk voor de offshore. Ja, zo maak je gebruik van elkaars krachten. Ja, heel sterk. In het filmpje zagen we natuurlijk ook Milan, een medewerker van jullie, die iets deed met het IFC-model. Ja. Kun je daar iets over vertellen? Ja. Milan is onze calculator. Die maakt van bijna alle constructies een Tekla-model. Ja. En hij leest dan als het kan het of BIM-model of een IFC-model van aannemer in. En aan de hand daarvan hebben wij onze profielgegevens beschikbaar. Mm-hmm. Delen we het eventueel in fases. En dan komen daar de kengetallen uit in lijst en dergelijke. En kunnen we doorgaan met de calculatie. Ja. En jullie maken vaker, krijgen jullie vaak modellen toegereikt vanuit de opdrachtgever, aannemer? Wij krijgen van de grotere staalconstructies, van halletjes, van hallen en dergelijke, krijgen wij of een BIM-model of een IFC-model toegestuurd. Mm-hmm. En wij doen wel van bijna alle calculaties ook een 3D praatplaatje meesturen, zodat de opdrachtgever kan zien wat wij aanbieden. Ja, ik begrijp het. Hey, en hoe is de kwaliteit nou van die modellen? Is dat goed of zie je dan nog wel eens dat je toch wat moet schaven en een beetje oppoetsen? Daar moet nog wel redelijk wat aan gepoetst worden. Oké. Okay. Ja. En dat heeft dan voornamelijk te maken met de namen van de profielen, voornamelijk kokers. Daar gaat toch wel eens wat in mis, omdat die kokers niet herkent. Mm-hmm. Materiaalkwaliteiten is vaak niet gedefinieerd. Wij hebben onze eigen profielenbibliotheek. Dus daar willen we ook ons model naartoe herleiden. Dat de juiste profielen op de juiste manier worden herkend. Ja. Dus ja, dat is dus inderdaad wel nog de taak van Milan om dat op te pakken. Ja. Ja. Nou ja, en ik denk ook misschien wel in de breedte van de staalbouw inderdaad. Is wel grappig wat jij zegt, een standaard model. Misschien kunnen we dan even die sheet bekijken. Wij hebben natuurlijk destijds vanuit de samenwerking van de Nederlandse staalbouw een BIM-informatieleveringsspecificatie hebben we gemaakt. Ja. Nou ja, die standaard, daar kan iedereen eigenlijk mee werken. En dan zie je dus inderdaad de standaard profielbenamingen, positie van je nulpunt, afschot, toog. Jij werkt daar al mee? Wij willen hier, als het kan, graag de gegevens volgens deze BIM-ILS ontvangen. Want dan kunnen wij het nog beter inlezen in een Tekla-model. Ja, dus dat we minder hoeven te poetsen. Ja, dus zo'n verhaal, dat stuur je eigenlijk gewoon mee naar de aannemer of naar een constructiebureau van, joh, zo zou ik het graag aangeleverd willen hebben. Ja. Zodat je steeds meer gewoon samen aansluit op en dat je gestandardiseerd kan gaan werken. Nou, eigenlijk zou dit formulier gewoon bekend moeten zijn bij de constructeurs en architecten en aannemers. Okay, dus dat is nog een mooie taak voor de branchevereniging, ja, om dit op te pakken. Ja.
We zullen ook na de uitzending ook dit bestand ook delen en de linkjes sturen naar iedereen. Als je het nou hebt over de hoeveelheden, Marco, kun je dan nu makkelijker een inschatting maken van andere kosten, zoals fabrieksuren en montage? Ja, op het moment dat je een Tekla model hebt, ja, dan weet je gelijk de meeste belangrijke kengetallen, als hoeveelheden van de profielen, de kilogrammen, de lengte, strekkende meters, dus de vierkante meters. Ja, en daaraan kan je weer je vrachtindelingen doen, je vierkante meter spuitwerk of conserveringen, weet je. Je weet welke kranen je moet gebruiken, omdat je de kilo's weet. Ja. Dus je gelijk je kengetallen kan je eraan hangen. Dus op die manier kan je redelijk snel een globale begroting maken. Of iets langer of iets meer tijd instoppen. En dan kan je gewoon netjes een offerte maken ervan. Ja, oké, hartstikke goed. Nou, intussen is Mick binnengelopen. Er is een vraag? Nee. Ik sta alvast voor de vraag die ik dadelijk ga stellen. Oh, oké. Ja, je mag het nu stellen hoor. Nou, ik zag in jullie filmpje een molenwieken. Hebben jullie daar iets speciaals mee? Als Evers? Ja, dat is van ons zusterbedrijf Straathof. Constructiebedrijf Straathof. Dat is het zusterbedrijf van Evers die in Eekband zit in Hillegom. En dat is de specialisatie van constructiebedrijf Straathof, inderdaad, molenwieken. En die maken wij van staalplaat. Dat zijn molenwieken van molens van een paar honderd jaar geleden. Ja, die molens die nu. Niet voor de windmolens inderdaad, nee, voor de ouderwetse poldermolens. Ja, ja, klopt. Ja, leuk. Ja, heel leuk. Zeker weten. Nooit geweten dat van staal is. Ja. Nooit geweten. Ja, klopt. Dus en, Kinderdijk dan? Kinderdijk, daar zitten ondertussen denk ik een stuk of 10, 12 molenwieken, recente molenwieken van firma Straathof in. Ja. Ja. Van 28 meter. Deze waren van 28 meter. Nee, ja. Bijzonder. Ja. Ja, leuk. Hoe lang gaan zij nou mee, die wieken? Ze moeten minimaal 15 jaar meegaan. En de eerste roede van Straathof die gaan nu al bijna 40 jaar mee. Dus wij zijn positief daarin gesterkt. Ja. Ja. Nou, dat is toch een mooie reclame zo. Ja. Oké, dan als we even kijken, weer terug naar de BIM. De voortgang. Het gereed melden vanuit de fabriek en montage kunnen natuurlijk ook grafisch zichtbaar gemaakt worden in het BIM-model. Maken jullie daar ook gebruik van? Nee, daar maken wij geen gebruik van. Dat gebeurt bij ons allemaal nog aan de hand van papieren lijsten die door worden gegeven aan onze werkvoorbereider. En die verwerkt dat in de planning. Oké. Okay. Ja. En Sander, is dat nog iets wat je makkelijk zou op kunnen pakken als taalbouwer? Ja, zeker. En dat gaan we natuurlijk straks ook bij hosting wat meer behandelen. Dus het scannen op merkniveau. En dat je dus de status ook weer terugstuurt naar het model. Mm-hmm. En wat je natuurlijk net in het filmpje ook voorbij zag komen. Jullie zetten dan een model of een IFC-model zet je om in een Tekla-model. Ja. En vervolgens wordt dat dus gewoon compleet geïmporteerd in onze calculatie. Dus heb je inderdaad die hoeveelheden en dergelijke. Ja. En dan kun je daar vervolgens ook je andere bewerkingen aan koppelen. Zoals kraankosten, de bewerkingen in de werkplaats en dat soort zaken. Ja. En daar zijn jullie natuurlijk best wel ver mee om dat allemaal toe te passen. Ja. En ik begreep ook dat jullie op montage ook al het IFC-model gebruiken. Ja. Zodat ze, ja, als ze aan het monteren zijn, dat ze dan toch eventjes het model erbij kunnen pakken. Even eromheen kunnen draaien van, goh, hoe zit zo'n knooppunt ook alweer precies in elkaar? Ja. Dat cool. Want heeft bij jullie iedereen toegang ook tot het BIM-model op kantoor? Nee, tot het BIM-model heeft in principe alleen de tekenaar toegang, want anders kan het model vervuilen. Mm-hmm. En de projectleider en eventuele monteurs die kunnen wel kijken in het, of in het model of in het IFC-model. Ja, maar ze kunnen niet wijzigen, ze dat kunnen niet wijzigen. Nee. Maar dat is op zich ook geen bezwaar, neem ik aan. Nee, maar wij vinden dat één persoon binnen bedrijfsregie moet houden. Duidelijke demarcatie aangebracht van oké, diegene, de tekenaar is verantwoordelijk voor het BIM-model. Ja. Oké, duidelijk. En geven jullie je klanten ook inzicht in dat 3D-model? En welke tools gebruiken jullie daar zo dan voor? Wij geven daar inderdaad, wij werken heel goed samen met de opdrachtgevers. We hebben een aantal projecten gehad waarbij we dus het BIM-model vullen met onze staalconstructie. Mm-hmm. Vaker nog gebeurt het door het opsturen van het IFC-model. Die in wordt gelezen dan bij de architect of de constructeur, mm-hmm. ter controle. En indien nodig, ja, dan nodigen we ook de aannemers uit en architecten uit bij ons op kantoor om op groot scherm de constructie te bekijken, al dan niet gecombineerd met bouwkundige elementen. Ja. Dus dat en dat is het mooie van Tekla, dat je heel mooi de knopen kan inzoomen, je kan heel gauw wat bijschetsen. Ja. Helemaal eromheen even bekijken. Ja. En we hadden natuurlijk al net even gezegd, hè, het kan ook inzicht geven voor de montage. Hoe kijken jullie daar tegenaan? Ja, bij de grotere constructies of de ingewikkelde constructies, daar krijgen de monteurs een tablet mee.
En daarom staat het IFC-model, zodat ze er 3D erin in kunnen zoomen om kunnen kijken. Dus kunnen ze echt helemaal zo... Ja, en daarbij hebben ze vaak ook de map met werkplaatstekeningen. Dat ze kunnen klikken in het IFC-model wat voor nummer het is. Of kunnen zien wat voor ordernummer het is of de elementnummer. En dan kunnen ze in de map van de werktekeningen kunnen ze kijken of het wellicht goed is aangebouwd. Dat doe je vaak als er iets niet past op de montage. En ze kunnen dat ook per fasering bekijken? Ja. Ja. Ja, dus dan weet je precies van oké, dit moet nu... Ja. Een beetje eigenlijk een soort voortgang ook, zie je dan. Ja, en die jongens kunnen ook zien welke onderdelen bij welke fase horen. Ja. En als je nou even gewoon algemeen generiek kijkt, heb je nou het gevoel van... wij in de bouw en in de staal zijn echt wel meer overgaan naar BIM? Of denk je van, er valt echt nog wel heel veel te behalen? Er valt nog heel veel te behalen, maar de staalbouw is wel de voorloper in de BIM. Want wij werken al, 20 jaar 3D. En de bouw holt daar, of die komt daar redelijk snel achteraan nu. Ja. Maar het is wel het betere samenwerken. Ja. Digitaal kijken dat alles voordat je gaat starten met de bouw, dat je zeker weet dat het past. Ja, ja. En dat is een mooie ontwikkeling. En dan de samenwerking voor jou met de aannemer en misschien dan aan de andere kant het constructiebureau. Dat is dan het belangrijkste voor jou in die schakels? Ja. Ja, maar ook de architectendetails, wat je ook vaak tegenkomt, is de kanalen, voor de luchtbehandeling kanalen. Gaan niet door de constructie, kan het eronder door? Ja, dan kan je zo'n BIM-model heel goed zien of je clashes krijgt. Ja, maar wat je dus graag zou zien is dat je misschien wat eerder in het traject kan instappen. Hè, dat je inderdaad ook meer op die detaillering al kan, in plaats van dat het pas later, in een later stadium, terechtkomt bij jullie. Of de constructeur moet in een eerder moment al een completer model gaan maken. Ja. Inclusief details al, aansluiting. En daarom is die standaard ook zo van belang natuurlijk. Ja. Dat iedereen die standaard gebruikt. Want dan kun je de informatie ook gewoon heel erg makkelijk hergebruiken. En als iedereen die standaard gebruikt, dan kun je dat in een calculatie gewoon heel makkelijk hergebruiken. Maar dus ook verderop in het proces. Ja. Nou ja, en daarbij geeft het dus echt een schat aan informatie. Ja. Hè? Dus jij kan veel beter calculeren daardoor. Klopt. Misschien dat het normaal een beetje met een natte vinger is. Dan ben je dat wel eens een beetje afschatten aan vierkante meters, maal zoveel kilogram per kuub of per vierkante meter. En dan kom je ook een heel eind. En nu heb je natuurlijk wel veel meer onderdelen die je daarin meeneemt. Ja, klopt. Ja. En ik zeg het, en je hebt gelijk een fatsoenlijk praatplaatje dat een opdrachtgever ook ziet. Wat die wat krijg ik nu aan staal? Ja. Want meestal van de staalconstructie zien is er veel meer als de aannemer klaar is. Nee, dat is allemaal wel weer afgedekt. Ja. Oké, duidelijk verhaal. Ja, ik weet niet of er nog verder vragen via de chat binnen zijn. Maar we kunnen achteraf, we kunnen straks ook nog eventjes vragen aan Marco stellen. Ja. Dan zou ik nu willen overgaan naar het volgende filmpje. Ik hoop dat het goed gaat. Het filmpje van Oosting. Rigi, gaat uw gang. Vandaag zijn we te gast bij Oosting in Katwijk voor ons BIM in de staalbouw webinar. Dit is een drieluik van optimalisatie in het staalbouwproces. Ik sta hier met Kees-Jan Nieuwenhuis, de directeur. Kees-Jan, kun je wat vertellen over Oosting? Jazeker. Leuk dat jullie hier zijn. Oosting is een bedrijf met ongeveer 120 werknemers in vaste dienst. En wij zijn sinds 2017 onderdeel van ASK Romein. En Oosting is natuurlijk al een oude naam. Wij doen al jaren innovatieve projecten in de staalbouw. En wij hopen dat nog jaren te doen. Waar ligt jullie kracht bij Oosting? Nou, de kracht bij Oosting ligt vooral dus in dingen die afwijken van het normale. Dus wij zeggen dat gewoon recht toe, recht aan dingen. Dat is niet zo ons ding. Alhoewel ook dat kunnen, hebben we onlangs weer bewezen met de productie van de Jumbo. Maar wij hebben vooral ook... projecten in het, we hebben net bijvoorbeeld de Basisweg afgerond, dat is een project in Amsterdam waar we een koepel op een gebouw hebben gezet en wij zijn nu ook genomineerd en we hebben de opdracht voor AZ waar we natuurlijk hartstikke trots op zijn. Ja, dat is zeker een prestigieus project. We gaan het natuurlijk vandaag hebben over BIM in de staalbouw. Hoe kijk jij er tegenaan qua automatisering in het bedrijf? Nou, wij vinden technologie sowieso heel erg belangrijk als ASK Romein. Wij werken ook met systemen waarin we alle uren bij kunnen houden en we kunnen over de verschillende vestigingen kijken van hoeveel uren we per project hebben gemaakt, maar ook welk onderdeel we
welke uren in welk onderdeel zijn gegaan. En ja, wij merken dat juist met die moeilijkere projecten, dat je gewoon niet om technologie heen kunt. Mm-hmm. Ja, de projecten die wij nu maken, die hadden we 15 jaar geleden niet eens kunnen maken zonder gebruik van deze technologie. Ja, oké. Okay. Nou, bedankt. Mensen, we zijn weer terug in de studio. Ook wij bij Studio Staal blijven leren. Ik zit hier dus nu, we zijn even van stoeltje geruild met Kees Oudhoorn van Oosting. Welkom Kees, leuk ja, dat je hier bent. Nou ja, in het filmpje vertelde Kees Jan Nieuwenhuis al dat Oosting zoveel mogelijk techniek inzet om complexe projecten tot een goed einde te brengen. Ik zeg een AZ-stadion. Jullie hebben ook nog een ander project, Basisweg in Amsterdam. Dat spreekt ook wel heel erg tot de verbeelding. Ja. Nou ja, BIM is natuurlijk eigenlijk niks nieuws voor jullie, maar wat was wel nieuw voor jullie in dit specifieke project aan de Basisweg? Ja, in dit project hadden wij natuurlijk een extreme uitdaging te maken. Dat was de koepel over een bestaand gebouw. Dat bestaande gebouw had een overspanning, een binnentuin van 75 meter. Daar was bedacht om daar een mooie glazen koepel overheen te maken. En daar hebben we wel de uitdaging gehad tot eigenlijk in het voortraject, architect, opdrachtgever. Die hebben vele vormen en maten bedacht van de koepel. Dus we hebben vele varianten gehad in vorm, maar ook in afmeting. En ja, als je dat op de reguliere manier wil gaan tekenen, dus steeds maar weer een nieuwe vertaalslag maken van de architect naar een Tekla-model. Daar hadden we zoiets van, ja, dat gaat ons eigenlijk veel te lang duren en dat kost veel te veel tijd en geld. Mm-hmm. Dus wij hebben dat model eigenlijk compleet parametrisch gebouwd. Aan de hand van tools die wij zelf hebben ontwikkeld. Tools zoals Grasshopper, C-Sharp, API. Ja. En zodoende konden we communiceren met de constructeur en de architect. De architect maakte zijn lijnenmodel. En wij konden dat in deze tools importeren. En dan werd automatisch het Tekla-model met de juiste gegevens gegenereerd. Dus de profielbenaming zat er goed in. De oriëntatie, de profielen zaten in de juiste fase. Hadden de juiste kleur om te controleren. Staalkwaliteit was goed. En zodoende konden we eigenlijk met een muisklik van het model importeren. Eigenlijk converteren naar een bruikbaar Tekla-model. Oké. Okay. Er komt even iemand binnen. Voor de chat? Nee, nog niet? Oké. Okay. Je noemde al een aantal, het parametrisch model. Ja. Die hield dus inderdaad rekening met de afmeting van een profiel. De coördinaten van de staven. Rotaties, oriëntaties. En
die knopen om de juiste oriëntatie te bepalen. Ja. Hoe zat dat precies? Ja, goed. Iedere, het is eigenlijk de koepel. Het is eigenlijk geen bal. Het zijn eigenlijk vier ballen die in elkaar zijn geschoven. Dus eigenlijk de koepel had ook allemaal knopen waar de staven op aansluiten en die knopen die hadden allemaal een andere oriëntatie. En om dat allemaal handmatig te gaan bepalen aan de hand van de omliggende staven, want dan krijgt iedere knoop een andere rotatie. Mm-hmm. Ja, hebben we dat middels Grasshopper hebben wij daar een tool voor geschreven die eigenlijk automatisch de juiste oriëntatie van de knoop kon bepalen. Ja, ja. Erg ingewikkeld. Ja, maar goed, dat leverde uiteindelijk wel heel veel voordelen op, ook met het Tekla modelleren. Ja. Want dan aan zo'n oriëntaties, uiteindelijk kwam er dan een oriëntatiestaaf in Tekla terecht. En aan die staaf konden we weer een component bouwen. Zodoende werd eigenlijk bijna automatisch het Tekla model voorzien van knopen. Ja, dus eigenlijk een soort copy-paste idee krijg je uiteindelijk als je dit allemaal automatiseert. Ja, dus we kregen een model ingelezen van de architect. Dat werd automatisch gegenereerd in Tekla. En eigenlijk de verbindingen die werden ook door middel van deze tools werden die ook gewoon automatisch ook gegenereerd. Oké, dankjewel. Vraagje via de chat. Ja, eigenlijk een vraag aan de vorige spreker, maar het past hier wel, denk ik. Want nu hebben we het vooral over de datacommunicatie tussen de ontwerpers, architecten, constructeurs en jullie. Mm-hmm. Maar hoe zit het binnen jullie bedrijf? Dus iemand vraagt hoe zit de datacommunicatie tussen, het is een berg, tussen het werkhuis, de werf en de ontwerper. Dus de werkvoorbereiding, de werkplaats en de ontwerpers bij jullie. Ja, wij gebruiken wel door het hele bedrijf in Tekla en Trimble Connect. Zo gebruiken wij dus ook Tekla ook in het voortraject. Dus ook wij maken net zoals Evers ook eventueel Tekla modellen voor calculatie en commercie. Tekla natuurlijk op tekenkamer engineering, maar ook projectvoorbereiding, werkvoorbereiding. Dus ook ons Tekla model wordt ook meegenomen in de werkvoorbereiding. Dus ook de mensen op de werkvoorbereiding, die zijn niet bezig met lijsten, maar die zijn ook bezig met het 3D model. Om dan de juiste elementen eruit te halen. Voor materiaalbestelling, et cetera. Werken die met hetzelfde model? Die werken met hetzelfde Tekla-model. Dat Tekla-model gaat eigenlijk ook weer door naar de volgende stap, dat is de productie. Dus de mensen in de productie, de voormannen, die werken ook met het Tekla-model. Bijvoorbeeld een maat opmeten op een werkplaatstekening, die mist vanuit engineering. Ja, dan start een voorman, start even het Tekla-model op, synchroniseert het model en kan dan eventueel de ontbrekende maten zelf meten. Ook zelf de fasering bekijken. Dus eigenlijk gaat dat hele Tekla-model gaat door het hele bedrijf heen. Naar montage toe gebruiken we op dit moment Trimble Connect. Voorheen gebruikten we daar ook een Tekla-model voor. Maar we zien Trimble Connect dat sluit sneller en nauwer aan op de montage. Het is even makkelijker op het tablet te draaien. Dus daar gebruiken we nu volledig Trimble Connect voor. Ja. Is dan bijvoorbeeld ook mogelijk om foto's toe te voegen als er iets niet past? Of, je kan communiceren met Trimble Connect, kan je natuurlijk een foto maken. Kan je een taak toewijzen aan een engineer met een dag erbij dat je een reactie verwacht. Of meestal is dat per direct natuurlijk die reactie. En dan kunnen we eigenlijk zo met elkaar communiceren. Middels een foto, middels een to-do-list. En dan krijgt automatisch de tekenaar krijgt dan een melding van er is een synchronisatie-item beschikbaar. Wil je synchroniseren? Nou, er wordt gesynchroniseerd en eigenlijk zie je ter plekke van waar het probleem zich voordoet met een goede foto erbij. Ja. Dus het model is eigenlijk door jullie hele interne organisatie is het ook beschikbaar en kunnen mensen daarin ook wijzigingen aanbrengen? Nee, in principe maakt alleen de engineering en de werkvoorbereiding, die maakt bijvoorbeeld bij ons de vrachtenindeling, want die kunnen dat het beste eigenlijk op dat moment. Maar eigenlijk productie, conservering, we gebruiken de viewer licentie, zeg maar. Want dan is eigenlijk het model afgesloten. Dan willen we er niet meer tot er iemand aan gaat wijzen. Hey, en zoals bij een project van de basisweg, zijn jullie dan leidend in dat BIM-model? Of is de opdrachtgever dat? In dit traject dan niet, in dit project niet. Maar we zien het wel veel vaker voorkomen dat wij met onze kennis met BIM en met het uitwisselen van bestanden, met informatie toevoegen, dat wij daar dan wel de lead in hebben. En eigenlijk de opdrachtgever die eigenlijk die taak ook moet vervullen, dat wij hem eigenlijk bij de hand nemen in dat traject. Mag ik nog een vraag stellen? Ja. Want we hebben net dat BIM ILS hebben gezien, hè? Ja. Daar stellen wij als staalbouw eisen aan het model wat je toegeleverd krijgt. Ja. Als je met een aannemer samenwerkt, die aannemers hebben zelf ook zo'n, die zijn eigenlijk met die ILS'en begonnen. Ja. Krijgen jullie ook van de aannemer eisen van hoe je model eruit moet zien? Ja.
Er zijn een aantal aannemers in Nederland die eigenlijk ook volledig in 3D, ook 3D BIM werken. Wij hebben ook een aantal projecten lopen die ook volgens de BIM standaard of de BIM ILS standaard werken. En die eisen ook gewoon dat jij jouw bestanden aanlevert volgens die configuratie. Daar krijg je ook een soort testfase in het begin van, goh, stuur eens even wat IFC bestanden naar elkaar toe. Die worden gewoon gescreend van, nou, voldoen je aan de BIM ILS standaard. Zo niet, wordt hij teruggestuurd met de opmerking van ja, dit en dit ontbreekt, graag aanvullen. En dan wordt er weer de testfase gedraaid. En uiteindelijk leveren die dan allemaal, eigenlijk alle onderaannemers voor een grote aannemer, leveren volgens de BIM ILS een IFC bestand aan. Ja, want jullie doen bijvoorbeeld nu het verbouwing van het AZ-stadion, ja. Dat doe je samen met de BAM. Ja. En met de BAM heb je dan een hele goede partner daarin om ook via... Dit soort communicatie, onze IFC-bestanden te delen. En dat gebeurt dan iedere vrijdag. En dan is dat volgens een bepaald formaat. En dan wij werken in Tekla, de BAM werkt in Revit. En dan eigenlijk communiceert dat op die manier. Ja. En zijn er ook controlemomenten of goedkeuringsmomenten die je aan het model koppelt? En... Er zijn altijd BIM-sessies uiteraard, waaraan goedkeuringsmomenten of eigenlijk class-sessies gehouden worden. Dat is meestal wel bekend. Bij elkaar komen, door het model heen, de klassen behandelen die echt van voor jou van toepassing zijn. Mm-hmm. En dan eigenlijk naar de tekenkamer zorgen tot de klassen opgelost zijn in die voor jou van toepassing zijn. En dan terug het model koppelen. En dat zo zie je dat in de meeste voorkomende sessies wel terugkomen. En dat is dan echt jullie partner, hè? Maar als je dan extern gaat... om de boel goedgekeurd te laten krijgen. En voor mij de Royal Gaskoning DFV is erbij betrokken. Ja. De gemeente is er natuurlijk bij betrokken. Ja. Alles ligt onder een vergrootglas natuurlijk sinds die instorting. Ja, daar zie je wel. Daar zie je dat. Model gebruiken, of? Daar zie je wel dat het in veel mindere mate gebruikt wordt. En zie je echt nog de traditionele manier van controles, dus de berekeningen met de hand, het liefst eigenlijk, dus niet met de laatste moderne technieken. Het liefst ook nog platte tekeningen, hè, want die controleert de gemeente ook nog heel erg graag in plaats van een 3D-model. Dus dat gaat echt nog wel op de traditionele manier. Mis je een beetje de kennis ook bij de gemeente? Ja, mis je dan wel. En eigenlijk met de BAM, dan heb je eigenlijk een heel andere traject. Dan wissel je geen tekeningen uit, maar dan wissel je BIM-modellen uit. Ja. De tekening is een afspiegeling van het BIM-model. Dus ja, als het fout is op tekening, is het ook fout in het model. Merk je nou ook als organisatie dat je daarop geselecteerd wordt door zo'n BAM? Kijk, ik kan me ook voorstellen dat als je zo'n AZ-stadion gaat doen, is dat je echt wel deze expertise in huis moet hebben. Ja, er zijn zeker aannemers die daarop selecteren, ja. En dan moet je ook vooraf een soort BIM-protocol of de BIM-vragenlijst invullen. Dat zien we ook met grote andere projecten voor het bouwen van datacenters. Ja, dan zijn eigenlijk, wat zijn je BIM-skills, zeg maar? Ja. En heb je referentieprojecten? En heb je, wat doen jullie met een BIM ILS of leveren ze een bestand aan? Weet je, dat zijn eigenlijk allemaal een soort testvragen om te kijken of jij voldoet aan de eisen van de klant. En daar word je dan zeker, zal dat criteria ook meewegen. En jullie hebben ook een BIM Award gewonnen, zag ik op LinkedIn voorbij komen. 2 jaar geleden hebben wij met het Rai Hotel in Amsterdam gewonnen. En dit jaar heeft de ASK, onze collega's in Roosendaal, hebben we met... met Hoogvliet distributiecentrum van Hoogvliet gewonnen. Ja. Dus het hoeft niet per definitie een heel complex project te zijn, hè? Een koepel, parametries. Eigenlijk BIM is gewoon al heel. Ja, BIM, gewoon heel common. Ja, ook. Kijk, en BIM is niet alleen een IFC-bestand sturen naar een aannemer en dat is BIM. BIM kan je ook zien als een soort ook het interne BIM. Mm-hmm. Hoe ga je om met de processtromen? Net zoals wij het hele BIM-model door het bedrijf heen gebruiken. Ja. Ik denk dat daar ook veel meer waarde en waar we misschien straks ook nog over gaan hebben. Daar hangt veel meer aan dan alleen een IFC-model verstrekken, over de schutting gooien. En we zien wel wat de aannemer daarmee doet. Dus ik denk op dat oogst, als je dat meeneemt, dan hebben we hem wel dik verdiend weer dit jaar. Nou, je maakt zelf inderdaad al een beetje het bruggetje naar de interne organisatie. Ik had begrepen dat jullie inderdaad heel veel data ook hebben uit de historie. Hè, de big data, zo geheten. We hebben daar ook een aantal sheets van. Om zoveel mogelijk in te schatten wat jullie productieuren zijn in de fabriek. Ja. Nou, dan starten we nu even in. Misschien kun je dat even toelichten. Ja, wij zijn al een aantal jaar aan het scannen van onze activiteiten in de productie.
Dan eigenlijk worden onze merken die worden voorzien van een label met een barcode. Daar scannen de productiemedewerkers, de lassers, de samenstellers, de montage scant daar hun, maar ook de conservering scant daar hun activiteiten op. Dus ik ben Kees, ik ga nu aan merk L1 ga ik lassen, ja. Of samenstellen. Ja. Die scan ik ook gereed. En dat doen we eigenlijk al een aantal jaar voor eigenlijk alle merken. Dus alle onderdelen die bij ons door de productielijn heen gaan. En dat levert ons een hele grote database aan informatie op. Ja, denk ik. Die database die koppelen we de laatste jaar, zeg ik even nu, ja, is een terug jaar, naar ConstruSteel. Ja. Daar kunnen we ook heel goed, zoals jullie zien, bij de vinkjes in het groene vlakje, kan je zien eigenlijk de voortgang van de merk in de productie. Hè. Hij is samengesteld, hij is gelast. Hij is gecontroleerd, niet te vergeten, hij is geladen en et cetera. Nou, dat geeft eigenlijk voor de voorman een hele makkelijk overzicht van waar staan we in de productie. En die hoeft niet meer zelf een lijstje bij te houden en aan iedereen vragen en zelf het afvinken. Maar dat ziet hij in één oogopslag vanuit de scanners. Mm-hmm. Dat hebben wij weer gekoppeld aan een BI software pakket. Volgende sheet. Ja, dat is de volgende sheet. Dat gebruiken we eigenlijk over de hele groep heen, dus over alle vestigingen. Het komt ook voor dat wij als ASK Oosting ook projecten samen doen. Dus het is hartstikke handig als de werkvoorbereider of de projectmanager daar ziet van oké, deze vrachten zijn in Katwijk gemaakt en die zijn 100% gereed. Die zijn geladen en er zijn zoveel uren op geboekt. Ja. Want dat is ook niet te vergeten. Nou, als je dan volgende sheet kijkt, dan zie je daar ook nog een... daar kan je ook bijvoorbeeld dit soort getallen uithalen. Hè. We zijn ergens begonnen met een tonnage en uiteindelijk zie je dat oplopen in tijd met hoeveel er geproduceerd is. Ja, en dat geeft, en dat komt eigenlijk allemaal vanuit de scanners. Dus je kan ook zien wie heeft eraan gewerkt, hoe lang heeft hij erover gedaan, wanneer waren de controles, wie heeft er gecontroleerd. En dat kan je eigenlijk allemaal uit die database halen die eigenlijk alleen maar door het scannen gecreëerd wordt. Ja. Ja, eigenlijk dat stukje wat Jos Rijns natuurlijk vorige week ook al vertelde, dat hij aan het scannen was. En hij deed dat nog niet altijd op merkniveau, maar jullie doen dat dus altijd op merkniveau. Echt altijd op merkniveau. En dat BI-pakket, dat is eigenlijk overkoepelend voor de hele groep. Ja. Dus we kunnen ook zien hoeveel uur de ton we aan het produceren zijn geweest. Hoeveel lasuren, hoeveel voorbewerkingsuren, machineuren. Dat kan allemaal teruggevonden worden. En dat wordt allemaal in een soort dashboard. Dus je hoeft dat niet allemaal zelf bij elkaar te gaan zoeken. Dus de managers of de locatiedirecteur die heeft eigenlijk een soort dashboard waarop hij een actueel beeld krijgt van zijn hele productieproces. Ja, precies. En dat is niet alleen per project. Dat is echt overkoepelend. Overkoepelend, dus als jij echt specifiek iets wilt zien van lassen. En je kan dan inzoomen op dan eigenlijk nog op project. Dan kan je nog een stap lager. Dan kan je dan eigenlijk op fase, op vracht, nog lager. Op eigenlijk op werknemersniveau kan je eigenlijk zien wat er gebeurd is. Ja. Ja, een veel gebruikte methode in die staalbouw is natuurlijk altijd om de productieplanning en voortgang te monitoren op basis van uur per ton. Ja. Hoe kijken jullie daar tegenaan? Want dat is natuurlijk niet altijd dat is altijd vaak op ervaring uit het verleden. Hè? Dus een voorman of een hoofdproductie die zegt van dat is 7 uur de ton. Schatten wij dat in en dan gaan we het produceren en dan blijkt het is geen 7 uur, maar het is 6 uur de ton geweest. Nou, dat is hartstikke mooi natuurlijk, maar uiteindelijk dan ontstaat er toch ergens een gat in je productie. Mm-hmm. Dat zal niet zozeer zijn met de wat kleinere staalbouwers, maar we zien met de grote hoeveelheden uren die wij verbruiken in de productie, dat het echt wel relevant is om daar een hele accurate planning op na te houden. Daar zien wij bijvoorbeeld aan de hand van, hebben wij nu... hebben wij ontwikkeld een tool, maar gebruiken we eigenlijk het BIM-model en de data die we allemaal gescand hebben, dus de big data, om het dan zomaar te noemen. Ja. Dus we hebben heel veel scanhistorie uit het verleden en dat kunnen we koppelen aan het BIM-model. Daarvanuit kunnen wij een voorspelling doen hoe lang de productietijden zijn. Dus dat doen we niet op basis van de kengetallen die we allemaal uit het verleden kennen. En dat die kengetallen moeten altijd maar waarheid blijken. Maar we kunnen nu echt vanuit de historie zien van oké, een balk die is 6 meter lang, heeft een bepaald gewicht, heeft 8 platen, zoveel gaten, zoveel laslengte, zoveel lage las moet er gelegd worden. En met zoveel historische data kunnen wij dan nauwkeurig bepalen hoeveel de productietijden dan moet,
moet gaan worden. Dus dat is hartstikke handig voor de productiemanager. Die krijgt een vracht of een fase op de planning. En die kan dan door middel ook gebruik van Tekla. Hebben we inmiddels Tekla een tool geschreven. Die kan dan de fases aanklikken. En die zegt van nou maak maar een voorspelling voor de aankomende 2 weken. Wat moet ik produceren? Dat zijn allemaal dingen die je zelf programmeert. Ja, dat zijn allemaal onderdelen die we zelf programmeren. Heb je daar ook andere soort mensen in dienst tegenwoordig? Ja, ook om naar die niet zozeer de teken of de engineering kant, maar echt meer om data te kunnen analyseren. En het is natuurlijk een heleboel gegevens. En ja, wat kun je ermee en wat willen we ermee? En daar hebben we gewoon een mensen voor aangetrokken die daar heel goed mee informatiekunde. Ja, die daar heel goed mee overweg kunnen. Ja, zoiets is dat inderdaad. Jullie zijn echt heel goed in de presentatie voorspellen van productietijden. Voorspellen van productietijden. Ja. En dat zal enerzijds uiteraard zal dat nog op kennis en kunde zijn van de productiemensen zelf. En dat kan op basis van de kengetallen uit het calculatietraject. Ja. Maar dat doen we dus ook op basis van data uit het verleden. Ja, en als je daar een goede middenweg in kiest, dan kan je veel nauwkeuriger plannen dan uiteindelijk de 7 uur de ton. Ja, dus er wordt iets gegenereerd, maar jij toetst dat zelf ook nog altijd dan altijd, met het team. Altijd, ja, altijd. Maar hoe meer data je verzamelt, dan des te meer en nauwkeuriger het wordt. Ja. En jullie zijn nu ook iets bezig met een onderzoek over kostenschattingen aan de hand van het 4D-model? Ja, daar zijn ook de eerste testen mee gedaan. Tot ook aan de hand van die hoeveelheid data, dat heeft natuurlijk ook, dat is een verzameling van verschillende projecten. Tot we kunnen zeggen van nou, we hebben een distributiecentrum en we hebben in het verleden ook 10 distributiecentrums gedaan. Aan de hand van die data kan je dan een inschatting maken voor het nog nieuwe distributiecentrum. En dan hoeft er niet eens verbindingen in de constructie te zitten, maar alleen aan de hand van gewicht, profielafmeting en dat soort zaken kunnen we dan een inschatting maken. En dat is dan eigenlijk weer de volgende stap waar we naartoe willen. Ja, en dan als groep, zeg maar. Ja, dit is allemaal vanuit de groep gezien, ja. Ja. En daardoor heb je natuurlijk ook zoveel data. Ja, uiteraard. Want wij scannen op locatie Roosendaal in Mallen en in Katwijk scannen we allemaal met hetzelfde systeem als een consustiel. En dat komt eigenlijk allemaal in één database terecht. Ja, en dat is ook zo mooi dat je daar dus zo'n BI-tool overheen kunt zetten. Dus dat je al die vestigingen aan elkaar kunt knopen. En wat we net ook nog even voorbij zagen komen natuurlijk, is dat je ook die scandata weer terug naar het model. Ja, absoluut. En die zag je net al wel voorbij komen, maar misschien is dat ook wel leuk om daar nog even wat meer over te vertellen hoe jullie dat in de praktijk doen. Dus dat koppelen we terug dus vanuit de scandata vanuit de scanners. Dus dat gaat en naar ConstruSteel terug om daar een weergave te geven voor de voorman. Maar wij kunnen dat ook teruglezen naar het model. En dat genereert, zoals jullie net zagen, ook kleurtjes. Ja, inderdaad. Van, wat is de status? Is het geladen? Is het samengesteld? Is het gelast? Ja. En dat kunnen we dan ook weer communiceren met de projectmanager, maar ook eventueel met de klant. Hè? Want zo'n 3D-plaatje, dat levert veel meer inzicht op voor een leek, zeg maar, als dan wij ernaar kijken. Dus die ziet, geel is of groen is gereed. Ja. Alles is gereed, weet je. Ja. Maar dat geeft wel een heel goede indruk voor de klant. Oranje is actie. Ja, maar het zegt toch altijd meer dan een lijstje. Dan een lijstje, absoluut. Van dit is allemaal gereed. Als je dat toch in een model kunt zien met kleurtjes, dat spreekt gewoon wat meer. Ja. En dan is dat kunnen we dan met de klant delen. Maar ook intern wordt dat gedeeld met de projectmanager of wie daar ook om vraagt. Ja. Hoe zie jij dat de toekomst? Waar gaat dit naartoe? Zie je nog optimalisatie intern en extern zeker. En met de keten? Kijk, je ziet dat BIM is zeker nog niet uitgegroeid in combinatie met de hoeveelheid data die we nu ook gaan produceren met elkaar. En zo kun je ook denken aan de veiligheidsvoorzieningen en ook hoe zien we met de kwaliteitsborging op montage. Hè? Uiteindelijk leveren we als staalbouwers allemaal een handhovenboek aan met nog steeds de losse certificaten en met de losse S-beeldtekeningen. En hoe mooi zou het niet zijn als we dat allemaal in één BIM-model kunnen waarborgen. En hoe kunnen we de ook dat soort dingen wat we op montage gemaakt hebben, hoe kunnen we dat waarborgen in het 3D-model? Ja. En daarvoor zie ik nog wel de mogelijkheden in dat model de aankomende jaren toenemen. Ja. En zie je dan wel dat de aannemer daar ook heeft hij daar een trekkerrol in? Of is dat toch echt iets wat wij zelf... Nee, ik denk dat echt vanuit de staalbouwer moet komen. Ja. Dat we uiteindelijk zelf een 3D-model opleveren met alle certificaten. Met eigenlijk gewoon, we leveren geen map meer aan met tekeningen en papieren, maar het complete 3D-model. Ja.
Hoe zie jij de rol daar van de handel in? Ja, dat weet ik nog niet. Hoe dat, hoe die, van certificaten? Ja, of... dat zal dan zeker ook helemaal gedigitaliseerd moeten worden. En dat wordt al gedaan natuurlijk voor een groot gedeelte. Zo hebben wij onze certificaatafhandeling ook eigenlijk helemaal gedigitaliseerd. Dus dat komt niet meer wordt het met de hand ingeboekt. Dus dat wordt al min of meer, de eerste stappen zijn al digitaal. Alleen is het nu nog digitaal moeten naar de koppeling naar het 3D-model. En dat is denk ik de laatste stap. Ja. Wat heb je daarvoor nodig? Toch digitalisering van de markt. Hm. Omdat, en de tools en de kunde, die kunnen we zelf allemaal maken. Maar het is ook meer het aanleveren van informatie. En dat zie je eigenlijk met het gesprek met zojuist. Met Marco, ja, het ontbreekt eigenlijk. We hebben allemaal een BIM-ILS hebben we. En waarom wordt dat nog niet op die manier aangeleverd? Ja. Terwijl de tools en de informatie is er. En dat ontbreekt dan nog. Ja, iedereen moet mee in dat verhaal. Ja, ja, en iedereen moet mee. En daar valt of staat het eigenlijk helemaal mee. Ja. Nou ja, en zeker ook als je natuurlijk nu kijkt naar het hertraceren van het hergebruik van materialen, circulariteit, duurzaamheid. Ja. Dan moet je natuurlijk ook allemaal weten van circulair staal, gaan we dat nog... Kunnen we dat nog hergebruiken? Ja. Is hetgeen wat we nu willen hergebruiken, voldoet het nog volgens die norm die we nu willen gaan toepassen? Ja, dat is erg belangrijk. En dat is die traceability van je product is erg belangrijk. Ja. En meestal verdaagt dat in een archief. Maar dat zou het mooiste zijn als je dat in een soort 3D BIM-model zou kunnen waarborgen. Ja, want kun je nou nog modellen uit het verleden, kun je die nou nog inlezen? Ja, je ziet dat daar in het verleden waar je ook Strukat gebruikt. Als Oosting en meerdere bedrijven denk ik onder de staalbouwers. En dat wordt steeds lastiger. Ja. Want we gaan ook in Windows versies zien we gewoon in de Strukat tijd gebruikt je Strukat of Windows XP. Ja, er zijn nog maar weinig computers die daar überhaupt op draaien en dan nog een Strukat licentie hebben. Dus we hebben het allemaal netjes bewaard op het CD-ROM, het model. Ja. Maar daar kunnen we helemaal niets meer mee. En dat is dan wel, dat wordt natuurlijk toch. Dat wordt lastig. Dat moeten we ook voor zorgen, is dat we die data ook gewoon over 20 of 30 of 40 jaar... Je moet dat kunnen dat blijven ergens, bekijken. Ja. En dat is ook dat is absoluut een uitdaging. Ja, zeker. Ja. Nog even één vraagje. Die basisweg, dat bouw je op bestaand. Maak je nou een complete scan van zo'n oud gebouw waar je op doorbouwt? Of hoe doe je dat? Dat wordt ingemeten. Daar hebben wij een bedrijf voor ingehuurd. Die voor ons eigenlijk 3D-inmetingen doet. Ook van de montage zelf. Tijdens montage met je? Tijdens montage ook. Want eigenlijk in de binnentuin hebben wij een constructie opgebouwd. Een ondersteuningsconstructie die woog 600 ton, waar we ook bordessen op konden maken. En die ondersteunen eigenlijk de koepel tijdens de montage. Mm-hmm. In de koepel zit ook een trekband. Die moest eerst helemaal voorgespannen worden, zodat de koepel op spanning komt te staan. En dan werd eigenlijk de ondersteuningsconstructie werd dan verlaagd. Zodoende werd eigenlijk de koepel, die bleef op zichzelf staan. Maar dat is allemaal gemonitord door middel van een inbedbedrijf die eigenlijk de coördinaten vanuit het Tekla-model, dat is ook eigenlijk weer BIM-filosofie, dus vanuit het Tekla-model worden BIM-coördinaten, inbedcoördinaten worden aangeleverd en wij kregen eigenlijk ook de coördinaten, dus inbedpunten kregen wij terug in het model. Dus dan wordt er niet meer uitgewisseld met reguliere platte tekeningen, maar dat wordt echt met een 3D-informatie wordt er uitgewisseld. Dus dat zijn eigenlijk ook weer kleine stappen in die wereld. Dat je ziet van dat gaat ook steeds meer digitaler. En jullie staan ook wel eens op een digitaal bordes? Ook nog wel eens. Ja, zeker. Zeker. Ook VR, daar doen wij nog wel eens wat mee. Ook zeker in engineeringsfase is dat hartstikke mooi om te zien natuurlijk. Als je iets met elkaar bedacht hebt, om dat toch eens even met een VR-bril te kunnen bekijken. Ja. Dat geeft ook van zoveel meer inzicht. Hè. Ook voor montage bijvoorbeeld, van hoe gaan we dat nu met elkaar doen? Hoe groot is het? Wat zijn de knelpunten? En dat kan je door middel van dat soort technieken wel heel goed toepassen. Ja. Nou ja, in het filmpje van Oosting zagen we natuurlijk echt een paar hele leuke beelden met wat onderdelen van het AZ-stadion. Ja, daar kunnen we echt nog uren over doorpraten. Dus ik wil zeker vragen of we nog een keertje daar iets leuks met jullie mee kunnen organiseren. Ja, lijkt me leuk. Als je het hebt over een span van, wat was het? 100, 170 meter overspanning. En dan nog een tweede draag
Tweede draagweg, inderdaad, zit erin. Ik denk dat dat echt smullen wordt voor de constructeurs onder ons. Ja. Sander, ja, ik denk een beetje dat we richting de round-up gaan. Ja, dat denk ik ook. Ja, we hebben natuurlijk aan het begin het wat meer gehad over de calculatie. Dus hoe doet Evers dat? Die gebruikt dus eigenlijk al een IFC-model in calculatiefase en leest dat in. Nou, dan heb je dus heel erg gezien van ja, gebruik allemaal die standaard. Want dan worden eigenlijk alle profielen ook herkend en kun je daar ook iets mee. En vervolgens hebben we natuurlijk met Kees wat meer over gehad over die data. Dus er wordt heel veel data verzameld gaandeweg zo'n proces. En wat doe je daarmee? Ja, je kunt het natuurlijk terugsturen naar het model. Dus dat het vanuit constructiel weer terug naar het model gaat. Dus dat je dat met kleuren ook weer kunt terugzien. Van, sowieso hartstikke goed, lijkt me. Ja, dat lijkt me ook heel weinig gedaan. Want dan kun je ook een opdrachtgever weer op de hoogte brengen. Maar ook je interne organisatie. Dus hoe staat het ervoor? Hoe ver ben je in het project? Maar ook die data die allemaal verzameld wordt gaandeweg de jaren. Ja, die is zo waardevol. En die kun je zo goed gebruiken voor toekomstige voorspellingen waar jullie nu al zo druk mee zijn. Ja, en dan wordt het alleen maar, eigenlijk de kwaliteit alleen maar beter. En je kunt preciezer calculeren. Ja. Ja, en daar gaat het volgens mij om. Ja. Die samenwerking, en daar moet iedereen volgens mij gewoon in mee. Ja. En er is nog iets binnengekomen. Nee, er is een voorstel om het filmpje van Evers nog een keer te spelen na afloop. Oh ja, dat is heel goed. Nou, inmiddels heb ik dat gewijzigd. Oh. Ik heb het filmpje op YouTube gezet en ik heb de link rondgestuurd. Dus die kunnen ze alsnog met goed geluid. Ja, dat is wel zo leuk. Nee, helemaal goed. Oké, nou dan gaan we een beetje richting de afsluiting. Ik zit nog even te denken, volgende week. Marco kan nog even aansluiten uiteraard. Dan kan ik hem even persoonlijk bedanken ook. Volgende week hebben we nog een webinar over duurzaamheid. Duurzaam bouwen in staal. En dat is met onze adviseur Jan-Pieter den Hollander. De week erop, donderdag 9 juli, die staat er nu nog niet op, hebben we ook nog wat in de pijpleiding. En daarna gaan we er even tussenuit, omdat het dan een beetje zomervakantie is. Maar we komen natuurlijk snel weer bij jullie terug. Nou, dan nog even weer terug naar de studio. Dan wil ik inderdaad, Marco is inmiddels ook weer binnen. Dan wil ik Marco en Kees van harte bedanken voor hun aanwezigheid in de studio. En Sander ook, toch? En Sander natuurlijk. Ja, drie weken. Ik hoop dat jullie kijkers genoten hebben van deze drie live van webinars over optimalisatie in de staalbouw. Jullie kunnen natuurlijk alles terugzien op YouTube en daar kunt u ook nog meerdere interessante webinars en projectbezoeken terugkijken. Nou, dan rest mij niet veel anders dan jullie nog een hele fijne middag en een goede tijd toe te wensen. Tot ziens! Tot ziens!